Dat is lekker debuteren. Ja, dankjewel, denk ik ook. Ja. Zat er goed in? Ja, de laatste dagen hebben we ook goed gevoerd in de training. Heb ik ook goed gevoerd in de training. En ja, vandaag heb ik het eerste keer meer dan 60 minuten gespeeld in de voorbereiding. Maar het ging goed. Ja. Hoe vond je de samenwerking met Michiel? Want die gaf hem lekker mee. Ja, heerlijk. Was een beetje gelukkig dat hij aan de bal kwam. Maar hij maakte een goede steekpas op mij. Ik liep gewoon door en scoorde. Ging goed. Is dit een typische Arbeiler goal dit? Ja, weet ik niet. Ik kan denk ik van verschillende posities scoren. Maar ja, als het zo lukt, is het ook goed. Maar je loopt het 16 meter gebied in, hebt een duel en dan schiet je hem eigenlijk best wel hard hoog in de bovenhoek. Ja, ik probeerde gewoon een hard in te schieten in de korte hoek. Omdat het ook met mijn rechtervoet was. Daarom, maar ja, het ging goed. Goede paas van Michiel. En ja, goed zo. Leg je jezelf dan ook een druk op voor zo'n wedstrijd? Van mijn eerste wedstrijd, dan moet ik ook wel mijn visitekaartje gelijk afgeven. Ja, tuurlijk ga ik in de wedstrijd en denk van als ik score zou mooi zijn. Maar als het niet lukt, dan moet het de volgende wedstrijd lukken. Natuurlijk heb ik dan een beetje druk, maar ja, ik ben blij dat het vandaag gelukt is. Jullie speelden vandaag in een 4-4-2 opstelling. Ligt jou dat? Ik denk het wel, ja. Met de samenwerking met Michiel gaat het goed, denk ik. Ik ben meer de speler die misschien in de diepte gaat, maar dat kan ook met Erik Valkenburg, denk ik. We hebben soms opties en dat ligt mij wel, ja. En vandaag is dan Ricardo Kiesna, een buitenspeler, aangetrokken. 4-3-3, hoe kijk je daar tegenaan? Heb ik de laatste twee jaren ook vaak gespeeld bij Utrecht. Heb ik geen problemen mee. Ik denk ik ben ook een beetje variabel. Ik kan niet alleen op één positie spelen of zo. Maar denk ik dat zou ook goed gaan. Je hebt je visitekaartje vandaag afgegeven. Wat verwacht je van jezelf dit seizoen bij ADO Den Haag? Ja, ik wil natuurlijk een basisplek. Ik wil spelen, ik wil veel spelen. Ik wil scoren, ik wil assist geven. Dat is wat ik wil doen. En ja, hier heb ik de kans om veel te spelen, om mij verder te ontwikkelen. En dat wil ik ook hier doen. En dat is ook mijn doel. Ik heb het idee dat ik met een Nederlandse spits praat. Huh? Qua taal? Ja, ik ben nu pas 2 jaar hier. Ik ben alleen met Nederlandse mensen om mij heen. En daarom gaat het ook goed met het praten. Ja. Ja, ik spreek geregeld Duitse badgasten, maar zo goed Duits praat ik dan weer niet. Ja, dat is geen probleem. Daarom ben ik hier in de Nederlanden.